Vandaag een stukje Roegwold. Ligt bij mij in de buurt. Ik was er nog nooit geweest. Werd wel eens tijd. Dus even kijken wat dit bos wel een beetje te bieden heeft. En ik ga wel zien wat voor foto's ik mee thuis kom. Ja, aan de slag. Net een long exposure foto gemaakt. Wat is een long exposure foto? Het is eigenlijk een foto waarbij je gewoon langere sluitertijd gebruikt. Waardoor je dus bewust beweging creëert in een foto. Bij de foto die ik gemaakt heb, heb ik 30 seconden sluitertijd gebruikt. En normaal krijg je dan eigenlijk een gigantisch overbelichte foto. Dus daarom heb ik ook een ND-filter gebruikt. Wat is nu een ND-filter? Een ND-filter is in feite eigenlijk een zonnebril voor je camera, waardoor dus meer licht uit het foto haalt en je dus langere sluitertijd zou kunnen gebruiken ook in overdag situaties. Waarom wil je dit nu? Op de foto is het water nu heel mooi glad en de lucht heeft bewegende wolken van in plaats van stilstaande wolken. Zo creëer je weer leuke effecten die je normaal niet echt zo gauw in een foto krijgt. Een van de redenen dat ik ook eigenlijk naar Roegwold wou, dit ding hier. Ze hebben hier namelijk een overblijfsel van een stukje spoor. Leuke foto's mee te maken, hopelijk. Eens even kijken. Dat was Roegwold voor nu. Op naar huis. Eens kijken hoe de foto's geworden zijn. Maar ik weet zeker, ik kom hier nog wel eens vaker terug. Mooi bos, mooie omgeving. Leuke plekken voor mooie foto's. Maar op naar huis. Eens kijken wat we hebben.